En dan heb je dus te maken met die hele grote malls, die hele grote warehouse, waar heel veel winkels te vinden zijn. En als je zo'n woonwijk neerzet, dan moeten we helemaal voldoen aan de klimaateisen. Dus wat je nu ziet, dat iedere wijk die we nu neerzetten, onder de wijk, daar verwerken we ook de afval. En dan brengen we weer terug naar de wijk. De zogenaamde zero wijk. Dus je hebt afval, dat gaat in het verhaal, dat wordt onder de wijk verwerkt. En dat sturen we dan weer terug in de wijk als energie. Dat gebouw wat we hebben, dat moet slim zijn. En weet je wat het is? De school van de toekomst, en ik hoop dat jullie het gaan neerzetten, want dit platform is een fantastische basis voor verdere groei. De mensen die je nodig hebt voor de wereld van morgen, en je hebt ze nodig, die zijn er niet. Dat betekent dat we een nieuw type school nodig hebben, wat dat faciliteert. En dat is de campus. Daar zien we innovatieve bedrijven, bedrijfjes, ondernemers zoals jullie, die hebben over het algemeen geld, maar die hebben niet de snelheid. Kijk, na het theater van de bankje zet van Arnhem.
Arnhem. Ja, die is Arnhem. Zit een paar mensen van City Marketing. Die gaan die vraag voor ons beantwoorden, denk ik. Zeer bij de toekomst. En om net zo'n dinsdag te trekken, moeten we ook kijken naar buiten de stad. Zeker. Ik weet dat de toeristenbeweging in Nijmegen loont naar Duitsland. En dat we daar ook in één aan samen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ook tof. Arnhem, geweldig. We moeten het alleen maar verschillen in elkaar. Zo is dat. We zijn veel te verschillen. Veel te verschillen. Vandaag is het feest, want we hebben iets te vieren, al 5 jaar PBA, om ons Arnhem te versieren. We starten deze feestdag met Van Hooijdonk aan het hoofd, die de toekomst al kan zien,
en vertoont die onverstoord. En bij een feestje hoort een hapje en is een drankje op zijn plek, maar op de allerbeste feestjes vier je ook een goed gesprek. Dus dat is wat we deden en dat blijven we dan doen. Maar laat die woorden van aan tafel en ook echt een keer te doen. Ik zat aan tafel 3, ook wel bekend als tafel rood, ook wel bekend als tafel retail. Aan gesprek was grote nood. Want we staan daar voor een opgave. En dat is niet voor het eerst. Maar absoluut weer nodig is de stemming die er heerst. We vinden iets van Arnhem en van hoe je binnenkomt, want als je eens de afslag mist, dan rijd je heel de singel rond. En dan moet je iets met de mensen. Begeleid ze naar de stad, kale vatenhoekje, entree, zijn puinhoop soms wel zat. Hoe worden wij de Bijenkorf? Maar in het oosten van het land. Als je alles hier kan vinden, maar juist niet in Marienbad. Hoe zorg je dat we meedoen? Hoe krijg je ons wel mee? Hoe krijg je elke kleine winkel en die grote ketens mee? Net als vroeger, net als Rome, net als op het plein. Waar de handel werd gedreven, maar ook opwinding kon zijn. Gemak en ook beleving, de ultieme combinatie. Daar moeten we naartoe en wel als één organisatie. Het begin is weer gemaakt. Maar nu moeten we voort. De tijd was al eens rijk, maar nu bijten we hem door. Dus sluiten we nu af met beeld, poëzie en muziek. Samenvattend heel de avond, maar dat is nog niet publiek. Want u komt vast voor mij. En vast ook voor de wijsheid. Maar als de borrel is geopend, komt de avond echt op snelheid. Dus maak nog maar een praatje en leer wat nieuwe namen. Deel de opgedane kennis, want de toekomst maak je samen. Wat staat hier dan eigenlijk, hè? Anna. Anna, waar ben je? Help! Een brug gezien? Ja. Dit moet vragen op. Anna. Kun jij heel kort een paar woorden zeggen? Ja, sorry, de tekst komt er nog niet bij. Dienstverlening in de sector is ontzettend belangrijk voor de stad. En we hebben eigenlijk niet genoeg gezien. Hij mag een prominente plek krijgen, hij mag meer naar de voorgrond treden, zoals je kan zien. En de dienstverlening in de sector is belangrijk dat het in de binnenstad gevestigd is, omdat het, ze zorgen ervoor dat het onder andere schoon is en ze bieden veiligheid. Wat belangrijk is voor de bewoners in de stad. En daarom moeten we nog wel een brug maken, want er zijn zoveel mooie initiatieven. En we moeten weer zien hoe mooi Arnhem eigenlijk is. En die zijn kunnen eigenlijk. We moeten meer benaderen. We moeten elkaar meer benaderen. En ja, daarom is het. Ik wil graag een stukje vlees. Helaas moet u een konijnenvoet burger.
strik. Het plan wordt snel uitgelegd hoe te strijden tegen fastfood. Zwik, vrouw met strik geeft mij uit niets een compliment. Ja, dat krijg je als je zo ziet. Een echte achterhoede bent. En wie gaat het over konijnen voor? Dat is nog wel een ding hier. Een green roast met lekkere broccoli. Ik zeg nou wil misschien dat meneer van Chinees oprekken. En dat scheelt op weer pakken geld. Ja, maar in toekomst van Richard van Hooydonk. Ja, als je het zo stelt.